Come on. Yo, you know what? Come on. I might not always say the right thing, but I say what the fuck I feel on the real. Yo, what's up, my gangster people? Moeder van de buurt is er weer, jongens. Moeder van de buurt is weer back met een vrijdagfilmpje. En jongens, ik heb dingen te vertellen. We gaan hard vandaag. We gaan hard vandaag. Ik zweer het je. Ik ga tijdens het vertellen mijn nagels doen. Ik zit zo te kijken, want ik weet niet wat mijn buurman aan het doen is. Het is niet de titelman, deze buurman. Dit is Ali, de buurman. Die is leuk trouwens. Zijn vrouw kan echt lekker koken. Hij is, ik weet het niet, druif aan het ophangen of zo. Ik ben een beetje bang. Maar in ieder geval... Vandaag gaan we weer even een probleem. En ik heb een probleem. En ik ben om dat probleem fucking pissed. Dus daar gaan we het even over hebben. We komen een nieuw verhaal van de Tieteman. Ja? En we gaan ook even Gangster van de Week. Gaan we ook even bespreken. Dus ja. Dus ik ga tegelijkertijd mijn nagels doen. Dan ga ik even uitleggen aan jullie wat je allemaal nodig hebt. Ik heb een lamp. Een lampie. Dat hebben we nodig. Een vuil. Bondergel. En quick finish. Ik heb net even op Insta bekeken. Maar ben ik even live geweest, heb ik even met de mensen gekeken wat voor... Ik ben echt bang, ik zweer je. Zometeen sprint hij over de schutting. En steekt hij me in één keer in mijn nek. Je weet maar nooit, hè. Ik heb net even met de mensen besproken wat voor kleur ik ging doen. Dus ik ga Prosecco doen. Ik kan het nog even aan likken. Misschien smaakt hij wel naar Prosecco. Sfeertjes, smeer ik heel mijn lichaam ermee in. Zo, dus als je dat erop hebt gedaan, boom. Dan doe je dat er zo in het overtje. En dan ga ik even het probleem vertellen, want ik ben nog steeds pissed. Ja, er is een meisje, die is vroeger toen ze een jaar of 3, 4 was, is ze verbrand. Dus die hebben natuurlijk littekens op haar armen en de benen, super zonde. Dat doet hartstikke veel pijn, hij had hartstikke veel pijn gehad. En nu is ze een jaar of 16 en nu zit ze daar op school. En dan is er één jongen die elke keer loopt te kloten. Dus ik denk, what the fuck? Dit gaat natuurlijk een beetje te ver, hè. Die zit daar af met te beledigen, met die wonden. Dus een meisje wordt daar een beetje onzeker van. Nu heb ik, daarop dus op gereageerd. Ik heb dus met dat meisje heb ik de naam opgezocht. En ik heb eens even gekeken. Nou gast, als we het over littekens hebben. Ja, als we het over littekens hebben. Ik weet niet wat je op je kop had zitten. Maar je lijkt godverdomme wel een hele grote litteken. Ja, je bent niet eens verbrand. Echt waar, ik zal je vertellen, maat. Als jij bent 17 jaar, als jij 18 bent. Dan zou ik maar met één oog open slapen. Echt waar, als ik jou tegenkom, hè, ik zou helemaal van die kleine van die sneetjes in je lijf zetten, ja, dan pleur ik je een bad, ja, en dan pak ik zo'n zelfgemaakt bommetje erbij, zo'n zelfgemaakt badbommetje met een beetje zoutzuur en dan laat ik je daar zo even 3 dagen in weken. Dat zou ik eventjes met je doen. Dat je hersens even gereset worden. Ben je wel helemaal goed bij je plaat, man, maf, Kees? Wat doe je nou, man? Ik weet niet hoe jij geboren bent. Volgens mij ben jij niet normaal geboren, hoor. Volgens mij had jouw moeder een slagziekte. En bij de een of andere, hoe noem je dat? Zijn een of andere chemische reactie. Poef! Werd ze niet zwanger van jou. Want dat kan niet anders. Je kan niet op een normale manier geboren zijn. Dus laat me dit vertellen. Als ik jou was, dan zou ik maar heel snel aan mij ophouden. Anders kon moeder van de buurt jou even met je bakketjes over je stoeptegeltje scheuren. Zo. Ja? Heb je dat goed begrepen? Want dat gaan we natuurlijk niet doen, hè? Ach, gladiool. Jezus, man. Wat heb ik een hekel aan door die geslachtsziekte, chemische reactie, geboren wordende mensen. Niet doen. Klaar. Is klaar. Oké. Dat was deel 1, hè jongens. Dat was duidelijk. We gaan door naar de Tieteman, jongens. De Tieteman. Luister, je doet eerst even met Prosecco en een kwastje. Doe je dat zo op je nagels. En ik heb het al gedaan. Dus, en dan doe je dat op je nagels. En dan ga je weer even in de oven. Je moet het wel een beetje netjes doen. En als ik dan weer in de oven zit. Dan kan ik weer eventjes vertellen over het verhaal van de Tieteman. Nou, luister. Het was 3 uur 's nachts. 3 uur 's nachts. Mijn dochter was op stap. Mijn oudste dochter die moest dan toen om 3 uur thuis zijn. En ik zet altijd mijn wekker. Dus ik was wakker geworden. En ik hoorde een beetje... beetje geroezemoes. Ik denk, what the fuck? Zij zit daar in de brandgang. Zit een beetje met mensen. Zit ze te kletsen. Terwijl zij om 3 uur binnen moest zijn. Dus ik... met mijn krulspelden en al kwam ik uit bed. Ik had mijn slipper nog niet aan. Ik zit alleen maar voor me. Net maar flodderen, weet je wel. Met zo'n korte broekje. Checkie in mijn bek. Ik naar buiten. Dus ik ging zo bij de poort staan. Ik ging zo luisteren zo. En ik hoorde een klein beetje geroezemoes. En in één keer hoorde ik haar aankomen fietsen. En zij komt de deur binnen. En ik zei, wat, je bent er laat! Dus zij schrikt eruit te pleuris. Echt, ze schrikt eruit te pleuris. Maar dat verhaal vertel ik erbij. Vond ze niet leuk natuurlijk dat ik dat deed. Maar het verhaal vertel ik erbij. Ik hoorde zacht geroezemoes. Geroezemoes. Daar word je dus niet wakker van, hè? Van zacht geroezemoes. Nou ja, goed. Ik dus terug in mijn bed. 5 minuten later hoor ik in één keer... Bleh, 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 bleh. Ik denk, what the fuck is dit?
raam open, ik naar buiten kijken. Ja, wat denk je? Wat denk je? De buren van de Tieteman, kijk, mijn woont er echt tegenover, maar bij de buren bij de Tieteman, die hadden een feestje. Een feestje. Daar kwam dus dat geroezemoes vandaan. Dat hele zachte geroezemoes. Nou, die hadden dus een feestje en de Tieteman vond maar weer eens dat het te hard geluid was. Dus die stond daar een beetje stompijt te maken. Hé, je moet stil zijn, je moet achter zijn. Dus die buren, die waren er helemaal klaar mee, weet je. Die waren gewoon boos. Ze zeiden, je bek houden, we zullen zoveel keer klaar mee. Dus wat doet die Tieteman? Die begint gewoon met sigarettenpeuken over die schutting te gooien. Gewoon met sigarettenpeuken over die schutting. En ik zat echt zo van, what the fuck. Ik wou nog een zak popcorn erbij pakken. Ik zat een beetje uit mijn raam te kijken. Zo, vond het fucking spannend, weet je wel. Dus een van die gasten zegt, en nou is het klaar. Nou is het klaar. Ik ben jou helemaal beu. Vind je veilig gehoord, pindavent? Met je pindakop? Met je pindahoofd? Dus die Tieteman, die werd helemaal wit heet. Pindahoofd, pindahoofd. Ik word gediscrimineerd. What the fuck? Ik word gediscrimineerd. Nou, ik weet niet waardoor die gediscrimineerd wordt. Die vent is zo wit als de pleuris. Die is zo wit als wat. Dus het is niet dat ze bedoelde pinda omdat ze hem wilde discrimineren. Nee, hij had gewoon de vorm van een pindahoofd. Dus wat doet die Tieteman? Wat doet die Tieteman? Nou, ik moet echt mijn arm eruit halen. Ik doe het gewoon. Die Tieteman, die wordt dus kwaad. Die zegt, ik word gediscrimineerd. En ik ben een pindahoofd. En dan. Dus die pakt die tafel op en die wil die tafel zo naar die buren gooien. Hij gaat gewoon heel die tafel over die schutting heen gooien, jongen. En wat doet hij? Hij natuurlijk weer te veel zopen. Dus hij pakt die tafel, hij gooit die tafel, maar die denderen er dus tegen de muur aan. En die tafel, boeg, boeg, volle bak op zijn smoel terug. Volle bak. En ik, wow, Tieteman. Dus vervolgens, hij komt weer een beetje bij. Dus ik zeg tegen hem, Tieteman, je moet je kies smoel houden, want wij worden wakker van jou. Dus die buren zeggen, Tieteman? Waarom noem jij hem Tieteman? Ja, je zit altijd naar mijn Tieteman te kijken. Dus hun zei van, wij noemen hem altijd pindahoofd, omdat hij de vorm van een pinda heeft. Hij is gewoon Tieteman. Hij zegt, maar hoezo, wij zien nooit geen tieten, zegt hij. Ja, ik zeg, kan ik ook niks aan doen, hij ziet altijd mijn tieten. Ik zeg, maar dan moet hij naar mijn tieten zitten kijken, want ik heb natuurlijk geen BH aan. Hun zeggen van, nee, nou weet je, trek even een BH aan. Kom even gewoon lekker een biertje drinken. Dus ik zeg, ja, dat is gezellig. Dus ik heb kleren aangedaan, man, wakker geschud. Daar zijn we gewoon lekker bij de buren, gewoon lekker wijntje wezen drinken, man. Vervolgens zat de Tietenman nog steeds, we schuilen daar zo in die tuin. Ja, maar weet je, die Tieteman brengt wel de buurt bij elkaar. Soms is het best gezellig. Nou, als je dat gedaan hebt, als je ze erin hebt gedaan, dan haal je ze eruit. Dan doe je het even afdoen. Ik wil mij als voorbeeld nemen, ik wil nieuwe. Komt er ook nog een binnen dan. En dan moet je mijn nagellak remover, moet je even schoonmaken. Dan moet je ze een klein beetje opruimen zo. Gewoon eten. Waar is je hoofd? Ja, en dan een beetje opruwen, weer even mijn nagellak remover. En dan ga je er met quick finishes op. Waar is mijn hier is je shit. Ja, quick. En dan laat je weer even drogen. En in die tussentijd kan ik weer gangster van de week bekendmaken. Ik hoor altijd in mijn hoofd gangster van de week. Wat doe je? In mijn hoofd hoor ik al bij gangster van de week zo, ik weet niet, zo muziekie. Heb je dat niet? Gangster van de week. Gangster van de week. Heb je dat niet? Nee. Ik voel hem. Ik voel het gewoon. Ik ga de volgende keer gewoon een muziekje maken. Oké, ik heb het op een briefje geschreven. Gangster van de week is Anouk Visco. Wat is mijn muziekje? Wat is mijn muziekje? Ik heb er nog een. Tweede gangster van de week, want ik kon natuurlijk weer niet kiezen, is kusje, 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 kusje. Jolien, kusje, 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 kusje. Nou, dat was het dus. Ja, dus als jullie gangster van de week zijn geworden, doe even je adres op mijn Instagram, moedervdbuurt. Kan je even privé doen. En dan krijgen jullie het pakketje van gangster van de week. Nou ja, pakketje. Oké, ik wil ook nog even een SO doen aan Master Girl en aan Way Games. En, oh, dit is een naam. Meisje Jamila, kusje, oh, lover sisters. Dan heb je shit. Oké, jongens. Like mijn filmpje, deel mijn filmpje, abonneer, kijk even op mijn moeder Instagram. Ik ga hartstikke vaak live, kunnen we lekker kletsen. Vind ik gezellig, ja, moeder VD buurt. En ik weet niet meer. Wil jij nog iets? Huh? Ik moet mijn nagels nog laten zien. En dit is het geworden. Bam! Gangsternagels. Oh ja, glitters. Ah.
Glitter. Prosecco. Ja. Yeah.